3, 2, 1. Wat evolution. Dit is mega. En hopen dat ik nou niet iets verknald heb. Net een nieuw huis, we beginnen nu al te slopen. Wie zijn er? De tegels, de toilettegels. Nou, we hebben weer wat hoor jongens, dat kan alleen ons gebeuren. Zo, even iets te ver doorgeboord voor ongeluk. We hebben een klein foutje gemaakt. Hopelijk kunnen we aan het einde van deze vlog jullie het eindresultaat zien. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, Liptatties! Welkom bij een nieuwe video! Ja, 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 we hebben vanochtend de sleutel gekregen van ons huis. Oh, daar staat zo, ie. Zo blij. Ja, en het was een beetje hectisch, want we moesten natuurlijk even het huis helemaal nakijken. En daar hadden we iemand voor mee en een bouwer was er. Het duurde 10 minuten voordat ik wist dat die meneer bij ons hoorde, dat het onze bouwkundige expert was. En helemaal overal en nergens, all over the place. Ja, en jouw moeder en broertje en vader zijn gekomen. Ja. En toen mijn zus ja, en zwager. En toen oma Elsje. En oma Elsje en Jessie. En de buurtjes kwamen ook nog super gezellig. En toen belde mijn zus nog op, die wilde beeld bellen. En toen gingen bij mij alle verbindingen gewoon op tilt. Ja, dat was even... Dus dat. Maar we hebben lekker gegeten thuis. Ja. En nu even terug. Dan gaan we even terug om nog even wat dingetjes te doen. Ja. Maar we gaan even jullie laten zien hoe het vanochtend was, want we hebben natuurlijk wel een beetje gefilmd. Plezier! Het is al opgelost. Nee, die staat er wel. Gaat die morgen doen? Oké, het zit wel kruisje bij. Die ruiter met krachtstekker even maken. Die hebben we genoteerd. Dat stuk van de vloersteken, dat was gewoon weg. Dat is al gedaan. Thermostaat maken, die is los bijgelegd meer. Ja, ja. Moet je weer regelen. Ja, dat heb ik hier wel apart. Ik heb nog niet een afgelost aan Story Marketing. Net heb jij die niet. Dit heb ik een soort klooster en die voordeur laat ik nooit even schilderen. Daar die kracht is vast, dus zie ik dan ga ik mijn proces op allerlei stukken door. Hij is politisch. Waar staat je naam voor? Hier. Ja, ik heb de les. Ja. We krijgen daar 5 sleutels voor nodig. Koos even 1 sleutel om de laatste punten even te lossen. Is dat oké voor dit? Ja. Ja. Dus dan noteer ik hier 5 sleutels. Officieel. Het voelt niet meer, wat zei net ook al. Ik durfde de auto nog niet op de oprit te zetten, want ik voelde me nog een beetje te gast bij mijn eigen huis. Ja. Alsof je in een huis bent geklommen. Nou, heb je dat wel verteld? Vorige keer zei oh, dat was mijn jullie. Hij heeft ook een laten lopen. Oh? Nee, wat gebeurt dit? Nou, gewoon. Waar is je zwaard? Ja, in de auto. Honk. 3, 2, 1. Ja, die moet je bewaren. Ja, die moet je bewaren. Pak hem. Nee, dat gaat niet meer. Ah, oh, kijk nou. Kijk dan. Zo'n ceremonieel ben ik nu, hoor. Lekker om de snoeker aan. Ja, plat. Hop, hop. Super chique plastic. Ja, want plastic glazen mag niet meer. Ik heb wel eens gehad met een fles Dom Pérignon van 93. Hoor je die natuur, jongens? Ja. Proost, jongens. Op jullie mooie huis. Dankjewel. Jullie er maar heel gelukkig mogen worden. Ja, zo'n film, hè? Zonder gedoe. Ja, zonder gedoe. Proost. Salut. Salut. Nou, schat. Wel zo. Is het? Ja, met je. Ja. Spanje.
Het is een beetje donker, hè? Zou er tegen het licht in? Oh, hij is lekker. Opnieuw. Ja, hij is lekker. Opnieuw een kusje. Ja. Mwah. Hij is lekker. Hij is zoet. Italiaans. Moscato d'Asti is gewoon zoet. Uit Toscane. Ja, deze is lekker, want normaal vind ik het altijd ook bitter. Onze kleding. Oké. Okay. Hij zegt, hij mag in de kledingkast. Hij zegt, gaat hier open Gino slapen? Wat is daar? Wat komt er daar? De badkamer. Een klein badkamer. Ja, laat me even zien aan Opa Gina en oma. En even wachten op de deur. Hé, hey, wat is dit? Wacht even, man. Kom. Jouw kamer. Laat maar even zien. Dit is mijn kamer. Hou jouw kamer. En dit is blauw en dit is rood. Ja. Dit is wit. Wit. En waar komt jouw bed? Nee, daar mag je niet op, schat. Kijk. Jouw bed komt helemaal niet meer. Nou, dus dat was vanochtend en nu hebben we al onze eigen auto op de oprit staan en die van schoonpaps. En dit is dus onze garagedeur. En we gaan gewoon echt ons huis in. Woehoe! We gaan wat lampjes ophangen. Dit gaan ze morgen nog verven, want dat was nog niet afgelakt. En er waren maar een... Er waren maar een paar puntjes van aandacht en daar hadden ze er al een heleboel van opgelost. Dus nog een paar kleine dingetjes, maar echt complimenten. Want die man die bij ons mee was, die was daarvoor in ergens anders geweest en die had echt een blaadje, anderhalf blaadje vol met punten, wat niet oké was. En we waren heel blij dat we hem mee hadden, want hij keek echt naar allemaal dingen wat ik niet wist. En hij heeft ook dingen uitgelegd, vond ik ook heel gaaf van hem. Ja, heel dat hij echt even uitlegde hoe dingen werkten en wat ze zijn en waar we op moeten letten. Heb je zijn naam al genoemd? Dus, en dat weet jij. Jan Seggelaar. Jan Seggelaar is een toppertje. Ik zeg het niet te vaak, maar Jan Seggelaar. Die moet je hebben. Die moet je hebben. En wat niet ook heel fijn... Trouwens, niet gesponsord. Dat moet tegenwoordig. Ja, dat moet ik even zeggen. En wat ook heel fijn is, is dat hij een hele goede ervaring heeft met Sebastiaan. Die wij dus als aannemer hebben voor de... There was light. Hey, there was light. Kijk, daar hebben we onze elektromonteur.
Ja, die we hebben voor onze badkamer en het toilet. Dus dat is ook heel fijn. Maar dit is dus ons uitzicht, jongens. Vanuit de woonkamer, de tuin en dan het mooie bos. So happy. En wat ook super lief is, is dat onze buren namelijk al een toilet hebben. En we hebben alvast even sleutels gewisseld. En we mogen gebruik maken van hun toilet. Hoe lief is dat? Want anders wordt het echt wel lastig om te klussen. Vooral voor moi. Ja. Ja, de burengroep is zo helemaal geweldig, hè? Iedereen helpt elkaar en... We hebben licht! Jee! Hey. Waar is Albertino? Albertino is nog aan het slapen, schat. Het is nog heel vroeg, hè? Waarom kijkt Albertino naar mij? Hij kijkt waarom jij er zo vroeg uit bent. De eerste dag na de oplevering en de eerste gleuven worden gezet zodat we een extra stopcontact kunnen maken voor onze koffiecorner. Nu is het zo dat we hebben een warmtepomp, maar ook iets met een luchtcirculatie en volgens mij moesten we die eruit trekken voordat we echt van alles aan stof gingen maken. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen horen met de herrie en de galm die er zit. Want we merken wel, zo die gang die maakt het erg moeilijk om elkaar te verstaan. Maar dat wordt natuurlijk een stuk beter. Nou, ik ben nu helemaal vanaf beneden naar boven gelopen. Oké. Nou, dit is onze ruimte. En volgens mij had hij gezegd dat we die eruit moesten trekken. Maar ja. Toch niet zomaar te doen. Gaat wel hier naartoe. Even kijken hoor. Ja, die is van vuil. Ja. Gaan we hem eruit trekken dan. En hopen dat ik nou niet iets verknald heb. Jongens, dit is onze uitzicht. Onze tuin, achterin al lekker zon, mooie bomen, watertje en het is nu 12 uur, dus ik kan wel een beetje zien hoe de zon loopt. En dit is de voorkant, Sergio even aan het bellen, je ziet nog een heel klein deel van onze voortuin en dit zijn onze overburen. Net een nieuw huis, we beginnen nu al te slopen. Ja. Wie zijn er? De tegels, de toilettegels. Toilettegels. Je denkt, het is een heel groot toilet. Met zo'n groot vrachtwagen. Het zijn maar 3 pakken of zo. We hebben niet veel tegels nodig, dus hopelijk blijven ze goed. Als er al 1 kapot is, heb je weinig. Zo, de tegels 1,20 bij 1,20 zijn binnen voor in de wc. Daar zal nog wel even een stuk af moeten. Dit is onze oprit voor nu even. Best wel hoog.
Dit paaltje staat lekker in de weg. Heel mooi, maar dat kan ik ook gebruiken. En hier stond een enorm ding omhoog waar je de auto zo helemaal mee kan schrammen. Dus die heeft zij zo eventjes van afgeschroefd of afgezaagd. Het wordt hier al opgehoogd. Nou, we hebben weer wat hoor jongens. Dat kan alleen ons gebeuren. Er waren dus weer wat tegels binnengekomen naast. Die mooie tegels die hier weer binnen waren gekomen, kwam er ineens nog een vrachtwagen met ook Marmeloek tegels. En toen dachten we, oké, wat is dit? En toen ging er ineens iets dagen dat we eigenlijk gewoon vergeten waren dat we al tegels hadden besteld. Dus nu hebben we twee soorten marmertegels. Eén iets minder goudachtig, maar het heet wel Golden Hill. En het is glans. En deze is mat. En die ziet er wel met wat meer goud uit. Dus we mogen nu kiezen. Dus we mogen nu kiezen. Zou het... Ja. Ga naar de stoel. Welke vinden jullie het leukst? Zo, je hoeft niet boos te worden, hè? Jezus. Al die tegels. We hebben gek van. Ja, dus nu zitten we te bedenken van wat gaan we ermee doen. Ja. Ja. Wat gaan we ermee doen? En daarnaast is het wel zo dat we dus van die hadden we dus ook vier van besteld. En daar hebben we er maar drie van gekregen. Dus ja. Maar ik gok niet dat we ze gaan, als we gaan bellen van we hoeven ze toch niet meer, kom ze maar weer halen. Dat gaat niet gebeuren. Volgens mij juridisch gezien mag dat wel. Oh. Alleen dan betaal je waarschijnlijk wel transportkosten. Ja. Ja. We gaan er nog even over denken, jongens. We gaan er nog even over denken. Hé, maar schat. We kregen toen straks een pakketje binnen toen jij weg was. Ik denk, maar ik laat hem nog niet... Zo, ik heb echt niks meer nodig. Ik maak hem nog niet open. Dat wou ik zeggen. Dat vind ik leuk. Onze eerste post. Nou ja, naast die van Steven. Ik pak nu even een nootje. Leuk, hè? Oh, dat is een superleuke kaart. Oh ja. Van harte gefeliciteerd. Nou. Hij zegt ook niks, hè? Hij heeft ook niks gezegd. Dat heeft hij niet eens gezien, denk ik. Nee. Gefeliciteerd met jullie nieuwe wapen. Ik wens jullie heel veel geluk toe en liefde toe aan de komende. Natuurlijk los jullie. Dit is een dikke kus open, Gino en Oma Peter. Superleuke kaart. Spannend. Wat is dat nou voor spannend? Een kaart en iets spannends. Een fotoframe Nettle Black. Happy New Home. Lang gewacht en veel ideeën opgedaan en nu alles naar de zin maken. Geniet van deze tijd, hoewel je niet kunt wachten tot het klaar is en jullie er gaan wonen, maak deze tijd ook de herinneringen waar je er later nog over gaat hebben. We komen heel graag snel kijken. Dikke kussen nu zo Vincent en Charlie en Katie. Oh, dat is echt lief, hè? Maar Jennifer zei dat ze ook een kaart had gestuurd. Ja, misschien kunnen ze ons adres dan niet zo goed vinden. Dat is stom. Dat is wel spannend. Een fotoframe. Oh, oké. Okay. Ja. Gaaf zeg. Nee, ik dacht dat het ledjes waren of zo, ik denk. Hè? Ja, het zijn hartjes. Als voorbeeld, zeg maar. Ja, ja. Super tof. Oh, lief. Thank you. Nou, we gaan eventjes pauze nemen. Ja. En dan komen we vanavond misschien wel terug. Okay.
Let's go. Let's go. Vanuit de Bauhaus. Goedemiddag. Het is alweer dag 2 van de verbouwing. We zijn druk bezig om eigenlijk nog steeds alle stopcontacten, niet allemaal, een paar, te verschuiven, op te hogen. Ik heb alle kapjes eraf gehaald, want dadelijk moeten we gaan voorstrijken. Maar dit, die heeft Eugenio nog kunnen doen. En zoals je hoort, is Sergio boven bezig. Oké, we zijn af. Ik heb deze even schoongemaakt van onderen. You made a hole. Zo. Even iets te ver doorgeboord, per ongeluk. Nee. Oh. De muur viel gewoon. Ja, ligt toch ook helemaal niet aan jou? Oepsie. Nee, maar ja, ik zit er niet doorheen, zeg maar. Nee. Oh, hij kwam er gewoon uit op poem. Ja. Gek. Hallo. Leukie. Nou ja, even dicht smeren. Ja, dat is toch. We hebben hier een stukje nog, dus misschien heeft Luca. Heb jij zin om te komen puzzelen? Ja, nou ja. Ik ga zo meteen. Ik ben eigenlijk zo goed als klaar, ik moet daar even pijpje in zetten en stroomdraad erbij trekken. En dan. Wat zeg je gebeld? En dan word ik gebeld. Netjes hoor. Stroomdraadje erin. Doet hij even. Zijn klaar. Hatsenflatsie. Ik ga de rest nog laten zien. Klaar met de sleutel. Ja. Hier hebben we een dubbele stopcontact gemaakt. Dus ook dat er eentje boven zit. We hebben een klein foutje gemaakt door alleen een kei-aansluiting. Dus van Ziggo aan te vragen. En niet een UTP-kabel. En ook geen loze leiding. Wat daar mis is gegaan weten we nog steeds niet. Een moment van verstandsverwijstering noemen we het maar. Dus dat maakt het even wat extra lastig. Dus we zullen in onze eigen slaapkamer echt moeten gaan werken met wifi. Als jullie nog tips hebben, we horen het graag. Hier hebben we een extra stopcontact gemaakt, want hij zat alleen aan die kant. En hier komt ons bed. Dus het is wel handig als we allebei een stopcontact hebben. Daarnaast hebben we hier een stopcontact verplaatst, want de bedoeling is, hij zat dus daar, maar we hebben hem daar naartoe verplaatst, want het is de bedoeling dat hier een kledingkast gaat komen en die zou dan net tegen die stopcontact aankomen, dus dat was niet handig. En verder hebben we nog een trippel stopcontact gemaakt in de badkamer. Hier is het nog een beetje donker, want er is geen licht. Ik weet niet of je het kan zien. Dus we hebben er 2 bij gemaakt. Want tegenwoordig heb je van alles aan. De deurbel gaat. Dat was voor de eerste keer aangebeld. Want ja, je hebt tandenborstels, scheermes, weet ik het allemaal. We gaan even met. We hebben visite. Nou, het is inmiddels avond en we zijn alweer een stukje verder en we hebben weer een kaartje binnen van mijn zus. Een paar dagen later dan dat hij er zou moeten zijn, maar dat maakt niet uit. Hij is binnengekomen. Echt super lief. Nou, ik heb gestofzuigd, maar ik kan weer opnieuw beginnen, want we lopen met de stoelen van het aarde naar binnen. Maar goed, dat geeft niet. Nee, dat boven ga ik even stofzuigen. Sergio die heeft alle muren al zo goed als afgedaan met sopje. In verband met de En dan kunnen we morgen voorstrijken. Ja. Dus jij gaat nu nog, als alles gedaan is, ga jij alle gaten dichtmaken. En ik ga nog even stofzuigen. Ja.
En dan dacht ik op de terugweg langs de opslag. En dan gooien we het een en ander in de auto. Dus zodat het morgen, dat we niet naar, morgen nog naar de opslag hoeven. Oké, wat wil je dan zoal hier al mee naartoe nemen? Nou, de voorstrijk. Dan is handig. En ik dacht misschien de tegeltjes. Oh ja, de tegeltjes gewoon al. Ja. En misschien wat stoelen. Kijk, wat in principe... Onze grote stoelen. Die kunnen we in de garage zetten. Onze nieuwe stoelen al? Nou... Ja, dat zou ik nog niet doen. Maar als we die andere tegeltjes doen, zouden we natuurlijk al kunnen gaan tegelen daaronder. Want dan zien ze ook al van... Hè, want wij willen hier tegeltjes gaan doen. Maar ik hoor net dat dat niet kan. Ik hoor net geen goed idee, want... Nou, tegen de mand inderdaad. Wat? Ja, zei band. Oh. Band. Band. Ik kan niet tegen kittelen. Nee. Nu niet een heel klein beetje. Nee, nou, wat we wel... Zou we wel kunnen tegelen van deze kant zo... Naar hier en dan... Ja, en dan hier stoppen, zeg maar, als we een hele tegel hebben. Ja. Omdat we niet weten tot waar de wand komt. Snap je? Maar we gaan toch in principe zeggen dat we de wand helemaal hier tegenaan willen hebben, of niet? Wel of niet? Wel. Ja, maar dat is afhankelijk van hoe breed de oven is eigenlijk. Die kan niet half eens tot contact komen. Nee, maar goed, maar stel nou dat die hier zou komen. Dan kunnen we of hier gewoon een dikke wand maken en anders heb je een stukje van niks. Dat is niet mooi. Ik zou hem gewoon doortrekken en dan kunnen we desnoods hier nog lange nissen maken of zo. Weet je wel, als je er dan toch nog wat mee wil en je hebt een ruimte over. Dat je er nog wat leuks in zet. We gaan het erover hebben. Laatste stukje, poepie. Heel het huis gesopt, althans. En gestofzuigd. De relingen zijn eraf. Ja. Nou, gaten opvullen naar de opslag. Dan zit deze dag weer op. Ja, nou, ik denk dat we goed, goed hebben gedaan. Ik voel hier een beetje spanning. Zo, hier zo precies. Zou dat dan komen? Alsof je, als je er een paar duimen zo tegenaan doet, dan voel ik me een stuk beter, denk ik. Feeling. Oh, Jezus. Moet ik ook even hier gaan? Daar steekt je duim. Nou! Wat wou ik nou zeggen? Dat we in ieder geval echt heel ver zijn gekomen, dus dat we morgen eigenlijk dan het hele huis kunnen voorstrijken. Ja. En dan kunnen we misschien zelfs al beginnen maken met de vloer. Oh, ik denk dat dat maandag wordt. Wat? Wordt, zeg ik. Ja, dat denk was, je? Dat was mijn andere R. De hele dag? Voor de voorstrijk? Ja, dat ligt eraan hoe snel jij werkt. Wij werken. Maar Olaf zei dat we met een half uur in de huiskamer zullen gedaan hebben. De benedenverdieping. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar stel dat we een uur over doen. Nou, wat drie verdiepingen. Dan zijn we met drie uur klaar. Ja, dat is waar. Nou, laten we de gaten nog even opvullen. Ja. Een hele goede morgen op deze prachtige morgen. Waarin het heel warm gaat worden. En voor ons alweer dag 4, geloof ik, hè? Hoeveel is het dag 3? Ja. Vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Jezus, ik loop op de trap. Nou, aan die conditie wordt gewerkt, want we gaan hier wonen, dus ik zou eraan moeten wennen. We gaan... Trappen lopen. We gaan verder met de muren te vullen. Want dat was gisteren... ging dat een beetje te hard. Dus we hebben nu wat ander spul. Iets minder hard. Het was een super, super snelle uitharder. Ja. 6 tot 10 minuten. En deze kwam ik pas achter toen hij hard werd. Ja. Dus, weer een leermomentje. Ja, deze heeft 3 kwartier, dus laten we ook maar... Ja,
Ja, we gaan even starten. Maar ik moet aan de andere kant iets tegen. Ik ga hem hier dicht smeren. En dan als ik hem dicht heb, zeg maar, dan moet jij die plaat er even tegenaan houden. Ga ik doen. Ja, top. Nou ja, er staat in ieder geval weer iets op het scherp hier. Oh. Maar dat was niet de warmtepomp. Dit is de luchtcirculator. Ja, maar dit is wel het instellen van alles. Oh, oké. Nou, het zou fijn zijn als het opgelost is, want dan kunnen we, hebben we helemaal geen probleem. Ja. Nou. Ik weet ook niet waar, waar het aan ligt, maar ze moeten het als het goed is morgen komen fixen. En jij daar? Joehoe! Pas op de les. Zo, deze is ook dicht. We hebben bedacht om er nu een kartonnetje tegenaan te zetten, zodat hij de andere kant een beetje tegenhoudt. Dan halen we die dadelijk weer weg en dan kan die erin. Zo, we zijn weer even lekker bij de bouwmarkt geweest. Omdat we een oplossing willen. Nee. Omdat we een oplossing willen voor een tussenwandje in onze slaapkamer, zonder dat we hoeven te stukken. Ik wil daar iets tegenaan plakken, zodat ze het wel mooi kunnen doorbehangen eigenlijk. En voor beneden hebben we de deur weggelaten. En daar hebben we twee, hoe noemen we dat ook alweer? Gibo-afdekplaten. Gibo-afdekplaten van gekocht. Die gaan we dan zwart maken uiteindelijk. En daar zou de staatsdeur tussen moeten kunnen komen. Staatsdeur. Het is toch een taatsdeur? Nou, en ik weet niet of je het kan zien, maar daar liggen zwarte... Dat zijn allemaal mooie schouders uit. Zwarte platen. En die gaan we gebruiken voor onze uitdaging met de haltegels. Ja. Omdat we dus een... Ik vind dat we het creatief opgelost hebben. Ja, nu moet het nog lukken. Vertel het maar. Nou, we gaan dus de afdekplaat van de kruipruimte... bedekken met de tegels en die steken dan nog zo'n 10 centimeter uit. Maar onder die tegels gaan we iets van een zacht materiaal plaatsen, zodat de tegels in ieder geval niet afbreekt als je erop gaat staan. En dan gaan we dat allemaal niet vastplakken op de grond, maar op de tegel. Maar het komt niet op de tegel, want dat kan niet. Nou, dat moet werken. Nou, in ieder geval, want het is natuurlijk de bedoeling dat je nog wel bij die kruipruimte kan. En het is zonde als je dan al die tegels moet openbreken. En ondertussen staan we even lekker in de rij voor kippetjes te halen, want we hebben honger. Nou, we komen dus thuis. Ja, en je zou denken dat vrouwen niet kunnen rekenen, hè? Waarom? Vrouwen kunnen wel rekenen. Nee, ruimte. Ja, maar inzicht is wat minder. Ja, maar jij gelooft mij gewoon niet, hè, toen ik zei... Ja, maar hij is 60 bij 80 en het zijn tegeltjes van 20 bij 20. Nee, maar dan moet je ook zeggen waarom ik jou niet geloof heb. Omdat je vader had gemeten. Dat hij een man op zijn knieën heeft gezeten om op te meten. Daar ga ik er toch vanuit dat hij het goed doet. Maar ja, goed, je hebt gelijk. Dus dat is helemaal fijn. Wacht even, je was niet scherp. Die moeten we even opnieuw doen. Maar alleen maar fijn, ik ben blij dat ik gelijk had. Want, kijk, hier moet hij opkomen. Wat we dan nu hebben besloten te gaan doen, is dit ringetje eruit te doen. Misschien kunnen we er nog een dop voor vinden. Hey. Een zwarte dopje erin. Ja. En dan, zodat we er toch gewoon in zijn geheel om eruit kunnen trekken. Dus we gaan niet die tegels vastlijmen aan de volgende tegels. Dus dat die er altijd uit kan. Dat is de bedoeling. Yes, en we hebben nu deze er weer afgehaald. Oh, er zit ook een plank ineens. Ja, er zit een balk. Een balk. Maar dat maakt niet uit. Die gaan we eraf schroeven dan. Nee? Je gaat eroverheen. Ja. Die schuiflaat die we maken, maken we met wieltjes. En we maken een wieltje aan het aan de plank. En dan kunnen we wel, waar de wieltjes komen, misschien een hapje eruit halen dat hij er precies in kan. Maar de plank loopt helemaal naar beneden, waar ook die plank loopt, snap je nog? Die afdekplank loopt helemaal naar beneden, tegen die plank aan. Dus dan kan je hem toch niet er nog wieltjes onder doen? Ja, nee, niet onder, er tegenaan.
Oké. Maar dit is dus de ruimte die we er nog helemaal onder hebben. En eigenlijk, dat kunnen we gelijk even checken. Oh, maar dat is, ja. Ja? Voor het tegel en niet anders natuurlijk. Nee. Ja, of we moeten hem gewoon overslaan. Ja. En zo doorgaan. Maar kijk, ik duik er nog even onder. Doe dat. Ik ga het tegel aan maken. Ja, dit is de ruimte waar we dus... Eigenlijk kunnen we dat mooi tot die balk doen. Schoenenruimte. Maar kijk, we hebben hier ook een ruimte. Waar je dus gewoon kan staan. En nu hadden we dus bedacht... Misschien kunnen we hier... Dan zou ik hier wel een plank voor hangen, schat. Zo. Zou ik dit gewoon dicht maken, denk ik. En dat we er uiteraard nog wel bij kunnen als het nodig is. En toen is er bedacht om misschien hier... Om dit open te maken, of een deur van te maken. En dan hier een trapje naar beneden. Ja, wie is daar? En dat we dan hier... Dat je ineens hier binnen staat en dat we dus ineens de jassen kunnen ophangen. Ik kan me voorstellen dat dit een beetje lastig is om te zien nu met dat gefilm. Maar hopelijk kunnen we dat de volgende keer beter laten zien. Ik ga het er weer even uit die Harry Potter ruimte. Spannend. Nou, hopelijk kunnen we aan het einde van deze vlog jullie het eindresultaat zien. Het begin is gemaakt, jongens. Ja, het is echt precisiewerk, dus het gaat allemaal niet zo super snel. En dit hebben we even opengelaten, omdat we toch een iets groter rond boordje nodig hebben, om zo maar even te zeggen. Maar het geeft al een idee. Hartstikke idee. Dus morgen gaan we lekker verder. Als het goed is, komen morgen ook de badkamertegels, et cetera, binnen. Maar ze hebben zover ik weet niet laten weten hoe laat ze komen. Dus ik hoop niet dat ze ineens om 8 uur 's ochtends hier voor de deur staan. Oh, kijk nou. De spullen komen al binnen voor de badkamer. Strong man. En we zijn ook heel blij, want de tegels zien er goed uit. We kunnen erop lopen. We hebben al even geprobeerd of die nog omhoog gaat. En dat lukt ook. We gaan zo even naar Bauhaus. Gelukkig is dat niet al te ver, want op een of andere manier staat er geen bezorging op. Dus daar is iets niet goed gegaan. Maar aangezien Sebastiaan hier al is, heb ik liever dat we hem gewoon zelf de tegels maar komen halen. Dan hebben we alles hier voor de wc. Ja. Dan hebben we alles voor de wc, dus dan kan je zelf kiezen waar we doen. Oh, er is nog iemand boven. Niet even. Nou, we zijn weer even naar de bouwwinkel, onze tegels ophalen. Ging allemaal even niet zo lekker. Want eigenlijk zou het bezorgd worden, was eigenlijk afgesproken, maar het stond weer nergens en het bedrag klopte niet. Bla bla bla. Ze hebben gezegd, nou, we komen wel ophalen dan. Konden ze niet vinden waar die stond. Ik hier, dan kan ik hier niet. Maar ja, uiteindelijk komt het wel goed. We kunnen ons niet druk gaan maken om dingen die... Niet druk maken. We kunnen er niet. Godverdikke, zeg. Ah. Onhandig. Maar goed. We hebben de tegels. Rij voorzichtig. Laat je niet opfokken, schat. Dadelijk dan doe je rare dingen en dan breken die tegels. Ik doe altijd rare dingen. We kunnen er verder niks aan veranderen. Zo. Weer aan het tegelen. Ik moest er daar alleen een paar tegels loshalen, want de voordeur ging niet meer open. Hermione, what are you doing? I'm Harry Potter. Zit jij in onze Harry Potter kast? Ja, dan maak je mijn own room. Ja. Zou je iets van de Harry Potter bank doen dan? Ja, je zou denken, welke gek gaat nou onder de trap het behang klaarmaken? Wij. Beetje vreemd inderdaad. Beetje vreemd, maar kijk, moet je opletten. Hé, hey, waar ben je nou? Hallo? Ik kan hier gewoon staan hoor jongens. Gewoon hier ruimte. En als we hier dan een klein trapje maken en hier iets voordoen, zo. Ja, ik maak daar gewoon een voorzetwandje. Dan kunnen we daar gewoon een kapstok van maken. Precies. Met een leuk printje. Gaan we doen, gaan we doen. Ik zweet me wel de tandjes, want de waterpomp of de... Ja, de waterpomp doet het weer. Je voelt het wel hè? Zo, ik heb het er even uitgetrokken.
Het is geen opvlieger dit, volgens mij. Ja, je voelt wel dat, dat de verwarming het, het weer doet, inderdaad. Ja. Nou, top. Ja, toppie. Nog eventjes aanpoten. Ja, dus hij moest eigenlijk een beetje niet meer zo recht, anders ging het ook niet meer open. Nee, inderdaad. Maar ja, dat rijdt een millimeterwerk, denk ik. Ha? Hè? Dat is millimeterwerk, denk ik. Ja, dat klopt. Zo, soepel. Ja. Kom maar. Ja, ja. Hamstrings, heel goed, heel goed. Deze oma komt eraan. Ik zou niet op de tegel staan, aangezien ze toch nog een beetje leeg. Of leeg, zo. Beetje leeg, leeg los. Zo, je bent al lekker opgeschoten. Meters maken. Ja, het ziet er echt kick uit. Zo, ik zal op de camera kijken ook. Ja? Ja. En een paar uitdagingjes, dat zijn deze twee deuren namelijk, of drie deuren. De voordeur, die komt bijna niet meer open, dus die hebben we een klein beetje moeten verlagen. Ja, de wc-deur, ja. Dan moesten er tegels uit. Maar nu gaat die deur niet meer open. Nee. Dat is de meterkast. Ja, er zitten vreemd genoeg een soort van dopjes, duveltjes aan beide kanten van de deur. Dat scheelt gewoon een millimeter of vijf. Ja. Dus die ga ik er onderuit halen. Ja. Ja. Want we hebben ook een bepaalde dikte nodig voor de taartdeur. Dus we moeten wel zeg maar op 2 centimeter uitkomen. En het is al een dikke tegel. 1,4 is al vrij dik voor een tegel. Ja. En dan moeten we nog een stukje lijm doen. Er staat maar iets van bij, dat het op de site stond dat de tegel 0,8 was of zo. Oh. Of hebben we weer naar een andere tegel zitten kijken misschien? Ja, zou kunnen. Misschien die? Ja. Nou, we hebben zoveel dingen voorbij zien komen, maar jij was toch blij met deze, hè? Ja. Ik heb twijfels, maar... Ja, ik vind hem mooier staan dan ik dacht. Gelukkig. Ja. Nou, we gaan hem voor nu even afsluiten. Zullen we afsluiten met de mooie tegels op de achtergrond? Lijkt me heel bekend. En dan gaan we jullie in de volgende vlog gaan we jullie laten zien dat de haal, als het goed is, klaar is op de grond. En morgen komt de behanger. Dus er gaan nog veel meer gave dingen gebeuren en zichtwerk. En we hebben er helemaal zin in. Dus hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Dus is dat zo nu al een duimpje omhoog? Vergeet niet te abonneren en de belletje aan te zetten. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende vlog. Doei. Ciao.